Johan. Sorry, ik heb mijn geluid niet aan. Even mijn telefoon op stil zetten. Is goed. Yes. Hey. Hoi. Long time no welkom, see. Welkom Johan Oldekamp bij onze dagelijkse interviews. Ik zal even een korte introductie geven, Johan, over het platform. En dan zal ik... hele korte introductie geven van jou, maar dat kun jij vast beter zelf, want het is alweer een poosje geleden dat wij elkaar voor het laatst gesproken hebben. Mm-hmm. Nou, sinds 16 maart gaan we dagelijks live in het platform Transformatie en Inspiratie. Ik zei vroeger altijd tijdens de COVID-19 lockdown, maar het is nu gewoon 2020 geworden, want die lockdown is voorbij. En die transformatie en inspiratie, dat platform, dat blijft. Sinds 16 maart dagelijks live. En sinds 1 juni, in ieder geval door de week, live met andere personen. In gesprek met andere personen. We hebben een aantal thema's gehad. De eerste week hebben we gesproken met transformatiecoaches. Om mensen te begeleiden in een transformatie of in zijn tips te geven. We hebben ook gesproken een week met shamanen. Ja, een hele andere kijk weer op transformeren. We hebben gesproken met ondernemers. Ik heb een week gesproken met mensen die betrokken waren bij de demonstratie op het Malieveld op 21 juni. En deze week wil ik graag mensen met mensen in gesprek die, ik zal het maar noemen, een alternatieve kijk hebben op de wereld waarin we leven. Een alternatieve kijk, en die kan heel breed gaan. Dat kan van disclosure gaan tot trillingen waarin we leven, tot een geschiedenis die misschien heel anders in elkaar steekt dan we altijd gedacht hadden. En een van die oorspronkelijke denkers, zoals ik ze graag noem, is Sir Johan Oldekamp. Ik ken Johan vanaf zo 2012, toen hij lijsttrekker was van de SOPN. En toen aardig wat reuring heeft gemaakt. Sindsdien volg ik hem. En hij heeft inmiddels... Johan, je hebt 50 boeken, denk ik, inmiddels al geschreven, zag ik. Dus het is, dat blijft maar doorgaan. Je hebt een publicatie-momentum, zullen we maar zeggen. Maar bovenal verkondigt hij zijn visies via beeld en geluid. En dat slaat bij veel mensen aan, maar veel mensen vinden het ook een beetje gaat een beetje buiten de denkkaders. Johan, zou je jezelf even nog wat nader kunnen voorstellen? Dankjewel Chris voor deze aardige woorden. Ja, in het kort, ik ben wetenschappelijk opgeleid, ben zelfs gepromoveerd aan de universiteit. Ik heb daarna een goede loopbaan gehad. Maar in 2008 besloot ik dat ik mijn tijd niet langer daaraan wilde besteden. En ik was ook erg in de ban van de Maya-kalender. En ik dacht, we gaan naar een nieuwe tijd toe. Waarom nog een paar jaar wachten? Ik kan nu al daarmee beginnen. Dus op die manier ben ik ermee gestopt. En toen kwam in 2012 inderdaad ook die verkiezingen. Hè, waar we geprobeerd hebben de overheid op een andere manier te laten functioneren. En mensen veel meer rust en vrijheid te geven. In plaats van het omgekeerde van wat er altijd gebeurt. Het was inderdaad een leuke tijd. We hebben niet gered. Hè. We hebben ongeveer een vijfde kamerzetel gehaald. Maar we hebben wel toch heel veel mensen bereikt. En dat is denk ik veel belangrijker. We hebben zaadjes gezaaid van een andere manier van kijken. Mm-hmm. Nou, wat ik de laatste tijd doe. Eigenlijk was ik daar toen ook al mee bezig. Is laten zien dat wat wij wetenschap noemen, wat op universiteiten verteld wordt, dat het gebaseerd is op heel veel onjuiste aannames. Mm-hmm. En het is eigenlijk meer een geloofssysteem dan dat het wetenschap is. Mm-hmm. En ik noem het daarom ook scientisme, als een isme, als een geloof. Mm-hmm. En ik ben ook heel erg bezig met spiritualiteit, maar daar tref je eigenlijk hetzelfde aan. Want ook daarin worden heel vaak verhalen verteld die mensen fijn vinden om te horen, maar die eigenlijk helemaal niks met spiritualiteit te maken hebben. Mm-hmm. In spiritualiteit zit het woordje spirit, en dat gaat over de geest, maar veel mensen weten helemaal niet wat de geest is, en die worden, meestal wordt het verward met wat de ziel is, en ook daarover is heel veel misverstand. Dus de meest belangrijke begrippen volgens mij voor ieder mens zijn ziel en geest, mm-hmm. Maar daarvan weet bijna niemand echt iets af.
Nou, mijn levenstaak is om te laten zien dat er iets is als ware spiritualiteit en ware wetenschap. En die heb ik herenigd, want die waren in de oude tijden waren die één. Maar die zijn ongeveer in de 17e eeuw uit elkaar getrokken. En die hereniging van zuivere spiritualiteit en waarachtige wetenschap noem ik holy science in het Engels. En holy schrijf je dan niet met H-O-L, Griekse I, maar met een W en twee L'en, dus W en double L. Want het gaat over het geheel. Je mag het ook heilige wetenschap noemen, of wetenschap van het geheel. Maar je mag het ook wetenschappelijke spiritualiteit noemen en tegelijkertijd spirituele wetenschap. Want die zijn echt twee zijden van dezelfde medaille. Ja, Johan. Nou, dat is eigenlijk waar ik op richt. Ja. Nee, dus je zegt, en sorry dat ik je interrumpeer, maar want dat vind ik wel interessant. Je zegt in de 17e eeuw is zeg maar dat spirituele en de wetenschap is uit elkaar getrokken. En ja, dat is... hoe heeft dat plaatsgevonden? Wat is dat, zeg maar, is daar toen de wetenschap ontstaan zoals wij hem vandaag de dag kennen? In grote delen wel, hè. Kijk, er was altijd al wetenschap. Als ik kijk naar de oude Grieken, ik ben erg een fan van Socrates en Plato en Heraclitus, noem ze allemaal maar op. Ja. Maar eigenlijk vanaf Aristoteles is het een kant op gegaan waarin veel meer de fysieke kant werd benadrukt. Maar die oude wetenschappers, die hadden het eigenlijk veel meer over de metafysieke werkelijkheid. Ja, ja. Die bekende metafoor van Plato, waarin hij zegt, wat wij waarnemen in onze zintuigen, dat zijn de schaduwen op de grotwand. Maar de echte wereld, die zit daarvoor. Wij zien afspiegelingen, maar wij zien niet wat het echt is. Ja. En dat probeer ik met mijn nieuwe methode, mijn nieuwe benadering, een paradigma, te laten zien. Die veel grotere werkelijkheid die voorbij gaat aan de zintuigen. Ja, vroeger sprak men over de sluier, maar aan de andere kant van de sluier is ook een wereld. Sterker nog, dat is de echte wereld. En wat we hier zien, is daar een afspiegeling van, of een schaduw van. En ja, in de 17e eeuw, in de tijd van René Descartes, is een scheiding gekomen tussen kerk en universiteit. Dus ook de opkomst van de universiteiten. En daarmee kreeg het volk, ja, zeg maar, iets in handen. Maar ze hadden niet door dat ze maar de helft van het verhaal kregen. Want de kerk die claimde zeggenschap over die andere helft. En door die scheiding, ja, heb je allebei niks, hè? Het bekende Salomons oordeel van die baby, ik weet niet of je dat verhaal kent uit de Bijbel. Mm-hmm. Maar die zei, snijd die baby maar door midden, want ja, blijkbaar zijn er twee ouders. Nou, als je een baby door midden snijdt, dan heb je allebei niks. Dus de echte moeder zei, nee, geef het dan maar aan die ander. Maar in dit geval is het eigenlijk hetzelfde. Zonder wetenschap heb je niks aan spiritualiteit, en zonder spiritualiteit heb je niks aan wetenschap. En daarom hebben we al 300 jaar, ja, vanaf zeg maar Isaac Newton, hebben we zaken die gewoon een heel groot deel missen. En dat voel je ook als je naar de universiteit gaat. Het is saai, het is doods, het heeft niks, het heeft geen bezieling meer, het leeft niet. En tegelijkertijd merk je aan spiritualiteit, tenminste als je de populaire spiritualiteit bestudeert, dat er heel veel luchtfietserij is. Mensen ja, die geloven eigenlijk in hun eigen sprookjes en worden daar blij van. Ja, natuurlijk, want je krijgt dan ook een soort self-fulfilling prophecy. Mm-hmm. Maar het heeft geen grondvest. Het is nergens op gebaseerd. En ik probeer te laten zien dat je beide nodig hebt om tot echt iets te komen. En ja, in de huidige tijd is dat heel belangrijk, Chris, want mm-hmm. Het gaat uiteindelijk alleen maar over bewustzijn. Al het andere is bijzaak. Als jij overlijdt en ik kom te overlijden, het enige wat we meenemen naar boven is ons bewustzijn. Mm-hmm. Al het andere blijft hierachter. Dus ik denk dat het belangrijk is om je leven zo in te richten dat je bewustzijn ontwikkelt. Want die ontwikkeling kun je meenemen. En ja, voor de mensen die geloven in de reïncarnatie, dan kom je in ieder geval de volgende keer iets beslagener ten ijs dan je misschien deze keer bent gekomen. Mm-hmm. En, ja. Kun je het misschien, zoals je het nu zegt, klinkt het nog wat conceptueel. Kun je misschien wat voorbeelden geven van wetenschap zonder spirit, of spirit, spiritualiteit zonder wetenschap, zoals we die vandaag ervaren? En hoe jij daar dan met jouw paradigma tegenover staat. Ja, oké. Okay. Nou ja, ik ben van huis uit psycholoog. Mm-hmm. En ik heb een keer een presentatie mogen geven voor vierdejaars psycholoog over ja, het leven na zeg maar de universiteit. Mm-hmm. En mijn vraag aan deze bijna afgestudeerde was, wat betekent het woord psychologie? En toen bleef het verbazingwekkend stil, want dat hadden ze niet in de opleiding gehad. Ja, psychologie, daar zit het woord psyche in en logos. Logos is logica of wetenschap. En psyche is de ziel.
Dus eigenlijk zegt psychologie de wetenschap van de ziel. Mm-hmm. Maar ik heb zelf op de universiteit helemaal niets geleerd over de ziel. Ja, in een eerstejaarsvak geschiedenis van de psychologie hebben we iets gehad over wat die gekke oude Grieken daarover zeiden. Maar verder helemaal niets. Terwijl de essentie van psychologie gaat om te begrijpen hoe je ziel van invloed is op datgene wat je dagelijks doet. En je ziel zit in je onderbewustzijn. Dus het gaat eigenlijk over ons gedrag, wat voor ja, misschien wel 90-95% wordt geregeerd vanuit het onderbewustzijn. Maar de meeste mensen die weten daar helemaal niets van. Mm-hmm. Nou, je zou verwachten dat een universitaire studie met de naam psychologie daarover gaat. En daar gaat het eigenlijk helemaal niet over. Het gaat over allemaal ja, gedragingen die we als niet normaal hebben bestempeld. Over de beïnvloeding van ons functioneren met allerlei chemische middelen en dat soort zaken. Maar de ware kern, namelijk meer grip krijgen op je onderbewustzijn. En snappen hoe je onderbewustzijn van invloed is op datgene wat je denkt, doet, voelt en noem het allemaal maar op. Dat ontbreekt. Nou, de holy science benadering van psychologie begint daar juist mee. Begint juist met het begrijpen van, wat is nou eigenlijk die ziel? En hoe beïnvloedt jouw onderbewustzijn jouw bewustzijn? Dat is naar mijn idee de kern. Mm-hmm. Als ik daar Jung naast leg, mm-hmm. Volg je een beetje de benadering van Jung, die natuurlijk wel uit... laten we zeggen, het is geen... Ja, en laat ik het anders zeggen. Vind jij Jung een spirituele man? Ja, Jung heeft heel veel dingen bestudeerd, hè? Dus het was, bijna een homo universale, zoals we dat noemen. Ja. Wat ik het grote toegevoegde waarde van zijn werk vind, is dat hij heeft benadrukt dat in ons onderbewustzijn een collectief element zit. Ja. En dat is de verbindende factor tussen bevolkingsgroepen, tussen mensen in het algemeen. Ja. En vanuit het collectieve onderbewustzijn doen wij heel veel zaken die we niet goed begrijpen. Ja. Wat ik ook een uit de hand gelopen hobby van mij is het analyseren van Hollywoodfilms. Oké. Okay. Daarin kom je steeds meer thema's tegen die wij allemaal helemaal herkennen. Maar we kunnen er niet vaak de vinger op leggen omdat we niet precies weten wat het is. Maar die films zijn zo razend populair omdat het iets aanraakt in iets wat we allemaal hebben. Mm-hmm. Ja, bijvoorbeeld Harry Potter serie. Ja, Harry Potter gaat er in feite over dat jij en ik en eigenlijk alle mensen hier gekomen zijn als tovenaarsleerling. Ja, wij zijn hier gekomen in deze werkelijkheid om te leren toveren. En wat is toveren? Dat is bewust scheppen. Dat is scheppen vanuit je bewustzijn. Ja, dat is witte magie. En dat is nadrukkelijk geen zwarte magie. Daar kunnen we straks over hebben. Maar het is zo populair omdat jij en ik ons kunnen identificeren met Harry. Omdat wij ook willen scheppen op een bewuste manier. Mm-hmm. Maar in deze werkelijkheid leren wij dat helemaal niet. Wij gaan naar school en wij krijgen allemaal vakken. Maar we leren niet hoe wij op een bewuste manier kunnen scheppen. Sterker nog, we leren eigenlijk alleen maar hoe wij zo goed mogelijk kunnen functioneren in het systeem. Wat niet ten dienste staat van de mensheid, maar wat ten dienste staat van een heel klein clubje mensen. Die een eigen agenda hebben. En zo worden we eigenlijk opgeleid tot goed functionerende marionetten. En de mensen die dat het beste doen, ja, die krijgen de beste baantjes en de hoogste salarissen. Want die dienen het systeem het meeste. En dan kom je in een fase in je leven en je denkt, ja, maar wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Ja, ik heb heel hard mijn best gedaan, ik heb dit gedaan. Maar wat heb ik nu eigenlijk betekend voor mezelf of voor mijn dierbaren? Mm-hmm. Bekende sterfbed memoires. En dan kom je erachter dat je een groot deel van je leven gewoon eigenlijk hebt verspild aan dingen die helemaal niet belangrijk waren. Ja. Hey, en hoe is dat eigenlijk, hoe is bij jou ik noem het maar even, ommekeer gekomen? Je zegt in 2008, Maya-kalender, ik wilde het anders doen, want je bent wetenschappelijk opgeleid. Kun je een punt noemen waarvan je op een gegeven moment, misschien zelfs wel op de minuut, dat je dacht, hey, nu wil ik het anders doen? Nou, eerlijk gezegd heb ik dan altijd een twee sporen leven gehad. Ik ben vanaf jongs af aan al geïnteresseerd geweest in die esoterische kant, die metafysische kant. Ja. Ik woon in Groningen niet al te ver bij de slechte vandaan. En dan kon je voor een prikje allemaal zeer diepzinnige boeken kopen. Ja. Die las ik ook allemaal, maar ik begreep er eigenlijk niet zo heel veel van. Maar ik heb het wel allemaal gedownload, om het zo maar te zeggen. En toen ik aan het eind van mijn gewone loopbaan besefte van, ik wil niet langer op deze manier verder. Toen kwamen die twee sporen bij elkaar. En toen ben ik op één spoor verder gegaan. En vanaf dat moment ben ik ook boeken gaan schrijven. Hè? Je noemde net een aantal, maar het leeuwendeel van die boeken heb ik vanaf 2008 geschreven. Omdat ik
ja, me er zo vol aan overgeef, dat ik iedere keer wanneer ik iets heb afgerond, wil ik dat ook echt tastbaar maken. Ja. Want ja, dan heeft het een plekje gekregen voor mij en dan kan ik weer verder. Dus voor mij is een boek schrijven een manier om iets af te ronden en dan verder te gaan. Tegenwoordig doe ik het meer met video's, maar het is hetzelfde verhaal. Want als op het moment dat je iets geeft aan anderen, ja, kennis deelt, staat ook in de Bijbel, dan ontvang je het tienvoudige terug. Als het tenminste onvoorwaardelijk is. Hè? En ja, op die manier deel ik mijn inzichten onvoorwaardelijk. En ja, daar word je dan voor beloond, zodat je nog veel meer inzichten krijgt. Nou, en die ga ik dan ook maar weer uitwerken. Mm-hmm. En nou zie ik, kijk, je bent wetenschappelijk geschoold, je hebt dat twee sporen beleid. Ook als je een boek schrijft, daar zit natuurlijk een belangrijk stuk cognitie bij. Ja, je moet de woorden bedenken bij de ideeën die je ergens hebt. En daarnaast zit natuurlijk dat creatieve aspect en dat niet tastbare. Hoe komt dat bij jou samen? Hoe kun je daar expressie aan geven? Ja, weet je, creativiteit is een ongrijpbaar fenomeen. Ik heb inspiratie nodig. En die inspiratie kan uit van alles en nog wat komen. Door bijvoorbeeld te kijken naar wat iemand anders heeft geschreven of laat zien. Maar het kan ook gewoon door een wandeling te zijn of onder de douche. Maar ik heb een soort vonkje nodig. En dat ontstaat vaak door een innerlijk conflict. Dat ik niet precies weet hoe ik verder wil. Dus dan zet ik mijn onderbewustzijn aan het werk. Ja, niet dat ik dat heel bewust doe, maar dat gaat vanzelf. Om tot een oplossing te komen. En op het moment dat ik het weet, ja, dan zie ik als het ware een soort rode draad. Nou, die rode draad ga ik dan uitwerken. Dus ik weet vaak niet eens precies waar ik aan begin. Of hoe dik een boek zal worden. Maar ik heb wel een begin. En dat begin, ja, het is net als met een reis die je aan het maken bent. Of een wandeltocht. Je laat je leiden door wat op dat moment belangrijk is. En ja, als je dan terugkijkt, denk je, ja, dat is een mooie reis geweest. Maar van tevoren heb je niet helemaal in de gaten wat er allemaal gaat gebeuren. Mm-hmm. En synchroniciteit is ook een hele belangrijke factor daarin. Ik heb al heel vaak meegemaakt dat ik even op een soort doodspoor zat, niet meer wist hoe ik verder moest. En dan ga ik iets anders doen. En dan krijg ik bijvoorbeeld een e-mail van iemand. En daarin zegt hij, hey, dit is misschien wel leuk voor jou. En dat is precies hetgene wat ik op dat moment nodig had om verder te kunnen gaan. En het enige wat ik dan kan doen is dankbaar zijn naar boven, naar de hulp zeg maar, om ons heen. Om mij weer verder te helpen om verder te gaan. Ja, maar dan denk ik ook dankbaar dat je in staat bent om die connectie te maken. Want ik bedoel, je moet het wel kunnen zien. En vervolgens moet je dan natuurlijk ook daarop handelen. En dus dat is denk ik ook wel... Ja. Ja, ik heb de gezegend, maar tegelijkertijd is het ook wel een beperking. Ik ben een verstand wat redelijk snel werkt. Ja, ik wil niet zeggen dat ik super slim ben of zo, maar ik kan wel heel snel vervolgtrekkingen doen. En ik heb bijvoorbeeld allerlei denksporten, vind ik leuk om te doen. En dan komt dat goed van pas. En zo doe ik ook mijn eigen onderzoek. Dus ik kan heel snel gevolgtrekkingen op een rijtje zetten. Maar ik dwing mezelf dan wel altijd om het te onderbouwen. Want het is heel makkelijk om een paar grote stappen te nemen. En dan met een soort tunnelvisie naar een conclusie te gaan. Maar door het op te schrijven, dwing ik het zodanig uit te werken. Dat ook anderen elke stap daarin met mij mee kunnen zetten. En op die manier dwing ik mezelf dus om het goed te onderbouwen. En het klinkt misschien als een hele andere vraag. Maar er zit voor mij wel een logica bij. Hoe ziet een dag of een week voor jou eruit? Want ik zal zo wel even vertellen hoe ik op die vraag kom. Maar kun je iets over de manier waarop jij je leven hebt ingericht vertellen? Ja, ik denk dat het door mijn Calvinistische opvoeding komt dat ik niet zo goed de hele dag naar Netflix kan kijken of uit mijn neus kan peuteren. Mm-hmm. Dus ik heb de behoefte om iets te doen, iets concreets te doen. Ja. En ik leef een beetje van dag tot dag, hè, Chris. Dus ik sta 's ochtends op. Meestal al de avond ervoor. En dan bedenk ik wat ik de volgende dag wil gaan doen. En dan werk ik eigenlijk heel doelgericht. Het doel is bijvoorbeeld een artikel maken of een video of werken aan een boek. Ja, ik ben ook bezig met de Bijbel opnieuw te vertalen. Dat is ook een megaproject. Mm-hmm. Daar ben ik al ruim 3 jaar mee bezig. En daar zal ik nog heel lang mee bezig zijn. Maar ik maak bijvoorbeeld iedere maand 2 video's over een deel van de Bijbel. Een hoofdstuk of een deel van een hoofdstuk. En die heb ik opnieuw vertaald vanuit het Grieks. En dan laat ik zien in die video waar het eigenlijk over gaat.
Nou, op die manier heb ik allemaal concrete projectjes die ik één voor één afwerk. En zo hou ik mezelf bezig. Ja, maar er zit dus een bepaalde discipline in. Er zit heel veel discipline. Ja, ik ben heel gedisciplineerd mannetje. Ja, ja, ja. Ja. En heb je ook nog andere gewoontes of disciplines? Want ik zie bijvoorbeeld het spirituele en het cognitieve en het fysieke. Dat zie ik niet los van elkaar. En nou weet ik dat jij ook je met Oosterse vechtsporten bezig hield of nog steeds houdt. Maar daar zit natuurlijk ook een discipline aan. En de hele lifestyle in martial arts. Ja, dat is niet dat je toevallig maar een keertje een stok pakt en iets gaat doen. Maar daar zit natuurlijk een manier van leven bij. Nee, klopt, Chris. Maar uiteindelijk is het allemaal een spiegel. Ja, wat ik gemerkt heb bij al die Oosterse krijgskunsten die ik gedaan heb. Ja. Het gaat uiteindelijk weer over jezelf. En er zijn heel veel mensen die het beoefenen. Die zeggen, ah, zie mij eens, ik ben zoveelste dam. En ik kan dit allemaal, ik kan dat allemaal. Maar uiteindelijk komt het terug bij jezelf. En ga je beseffen dat hoe leger je bent. Hoe beter je in staat bent om in het nu te blijven. En datgene te doen wat op dat moment nodig is. Mm-hmm. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar alle grote... De grootmeesters in deze krijgskunsten, die waren daar echt heel goed in. Dus en op het moment dat je zelf leeg bent, dan kun je precies de energie oppakken die op dat moment naar jou toe komt en daar op een juiste manier mee omgaan. Ja. En, kun jij jezelf goed leegmaken? Ja, zeker. Kijk, het gaat uiteindelijk om te beseffen, wie ben ik? Ook de oude Grieken hadden het, gnotiseoton. Mens ken u zelf, zeiden we in oud-Nederlands. Maar zelfkennis is eigenlijk de sleutel tot alles, ook tot krijgskunst. Want op het moment dat je nog allemaal ideeën hebt over jezelf, allemaal zelfbeelden, ja. dan blokkeert jou dat in te reageren op een natuurlijke en op een echte manier, zeg maar. Mm-hmm. Kijk, voor een groot deel leer je om je lichaam automatisch te laten functioneren. Daar zijn al die trainingen voor, hè? Dat je er niet meer over hoeft na te denken. Maar de volgende stap is dat je loskomt van je eigen zelfbeeld. En ik ben nu bezig met een opleiding, die is zo goed als af. Een opleiding in Holy Science. En zelfkennis is daar een essentieel onderdeel in. Mm-hmm. Niveau 2 daarin gaat alleen maar over zelfkennis. En ja, mijn stelling is, als je jezelf niet kent, dan kun je ook de wereld niet kennen, maar dan kun je eigenlijk ook niet je bewustzijn ontwikkelen. Want dan blijf je maar in een soort zelfgecreëerde droomwereld. Ja. En de kunst is via jezelf om daaruit te komen. Ja, je noemde ook jezelf leegmaken. Ik noemde op een gegeven moment toen jij zei... toen je het over synchroniciteit had en je moet connected zijn, maar ik denk dat, persoonlijk denk ik, hoe leger je bent, hoe meer je dus kunt connecten, want anders ben je vol en sta je niet open voor wat binnenkomt en kun je bijvoorbeeld ook die synchroniciteiten niet waarnemen, die kun je vooral waarnemen als je jezelf leeg maakt. Ja, dus dat wat je bijvoorbeeld met meditatie of andere oefeningen kunt doen, dat je in ieder geval je hoofd leegmaakt en dat je dan ontvankelijk bent voor wat voor signalen dan ook, maar dat je ze dus niet door die filters laat tegenhouden en transformeren, omvormen, maar dat je ze kunt zien voor wat ze zijn. Helemaal mee eens, Chris. Ik vind dat in deze context het woordje volledig ook mooi, want vol en ledig komen samen. Ja. Ja. En kijk, op het moment dat je leeg bent, dan kan inderdaad die volheid in je komen. En dat is het paradoxale aan leegte. Die leegte is eigenlijk gevuld. Maar zolang je nog niet leeg bent, dan heb je het gevuld met je mag het je valse zelf noemen, met je zelfbeeld. Mm-hmm. En het valse zelf blokkeert het ontvangst van die volheid die er eigenlijk al is. Ja, ja. Het is de illusie die we zelf hebben gecreëerd, die blokkeert dat wij kunnen zien wat er eigenlijk altijd al was. Ja, even los van jouzelf, hè? Ik bedoel, jij bent eigenlijk bezig, als ik het zo mag vertalen, met een soort synthese van wat ooit uit elkaar is gehaald. Ja, ja,
Is dat, jij doet dat, is dat iets waarvan jij zegt van, ja, daar ben ik een van de weinigen van? Of is dat juist iets waarvan je zegt, ik zie in deze periode, deze tijd, zie ik dat meer om me heen ontstaan? Ja, ik zie heel veel mensen die, die doorkrijgen dat het oude, zoals we dat nu kennen, het gevestigde, dat daar iets niet aan klopt. Ja, zeker nu met een hele vaccinatiedreiging die gaat komen. Steeds meer mensen, ook uit de gezondheidszorg, die durven nu toe te geven dat het paradigma waarop dat gebaseerd is, niet juist is. Ja, het hele idee van ziekte en ziektebestrijding en symptoomonderdrukking, dat is een contraproductief paradigma. Mm-hmm. Nou, dat begint nu door te breken. Veel mensen beginnen nu te beseffen dat de overheid helemaal niet het volk dient, maar de machten boven het volk. En dat het een verlengstuk daarvan is. Dus die beginnen ook wat meer afstand te nemen van verplichtingen en worden burgerlijk ongehoorzaam, om het zo maar even te doen. Mm-hmm. En mensen krijgen door dat, dat de rechtspraak ook bepaalde belangen dient. En dat er helemaal niet echt recht is wat er gesproken wordt, maar dat het meer een soort status quo wordt gehandhaafd om, om bepaalde belangen te dienen. Ja. De nieuws wat we op de televisie kunnen zien, of de radio, of de, van de mainstream media. Mensen krijgen nu door dat ook dat niet helemaal zuivere koffie is. Dat er ook gemanipuleerd wordt, dat er een groot deel propaganda in zit. Nou, zo kan ik nog wel een beetje doorgaan, maar eigenlijk alle terreinen die we kennen, ik gebruik daar woordje corrupt voor. En corrupt wil zeggen dat het niet zuiver is, dat het bedorven is. Mm-hmm. Maar corruptie betekent ook dat het gepaard gaat met geld. Namelijk, iedereen die geld ontvangt van een systeem wat corrupt is, is in mijn idee, mijn overtuiging, ook mede corrupt. Mm-hmm. En iedereen die een corrupt systeem financiert, is naar mijn idee ook mede verantwoordelijk voor die corruptie. Ja, ik weiger bijvoorbeeld om belasting te betalen, omdat ik wil geen corrupt systeem financieren. Mm-hmm. Ik ga tegen mijn levensovertuiging in om dat te doen. Dus ik ga misschien wel een beetje ver daarin. Maar waarom ik dit aandraag, is ik denk dat steeds meer mensen door gaan krijgen dat het oude systeem corrupt is en daarmee vervangen dient te worden door iets nieuws. En wat het nieuwe is, dat moeten we met elkaar gaan ontdekken op een nieuwe manier, want dat is nog niet beschikbaar. En ik denk dat Holy Science, zeg maar het nieuwe paradigma waar ik nu mee bezig ben, dat dat een heel goed vehikel kan zijn om dat nieuwe te gaan ontwikkelen. Ja, ik heb zeker niet alle antwoorden in pacht, maar ik heb wel een soort raamwerk gemaakt waarbinnen we die nieuwe antwoorden kunnen gaan vinden. En dat is eigenlijk de bijdrage die ik wil leveren. En ik ken niemand, ik volg het nieuws wereldwijd, met name ook het alternatieve nieuws. Ik ken niemand wereldwijd die zo'n paradigma heeft. Dus ik denk dat het paradigma van Holy Science uniek is. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die fantastisch werk doen op deelgebieden. Mm-hmm. En wat ik aanbied is dat paradigma, zodat we al die eilanden met elkaar kunnen gaan verbinden om tot het nieuwe te komen. Want het probleem wat ik nu zie, Chris, is dat er te veel eilanden zijn. Ja, dat was in de tijd van onze politieke ambities al het geval. Want er waren andere partijen die eigenlijk hetzelfde wilden, maar onder een andere vlag meededen. Nou, dat was ook een soort verdeling die niet wenselijk was. En dat is nu nog steeds aan de gang. Ja. Als ik jou zo hoor praten, dan er zijn heel veel aanknopingspunten waar ik iets op zou willen zeggen of iets zou willen toevoegen. Een van de dingen die me, terwijl je aan het spreken was, te binnenschoot was iets wat ik heel mooi vind, wat Sadhguru in een van zijn filmpjes zegt. Ken je Sadhguru? Ja, volgens mij wel. Met een grote baard. Maar een wijze man. En een van de dingen die hij zegt over, zeg maar, de westerse, het gaat in dit geval over educatie, zegt hij van, in het Westen is IQ, wordt heel belangrijk gezien. Het IQ is ook, een scherpe geest is als een scherp mes, waardoor je letterlijk kunt dissecten, hè, waardoor je dus problemen kunt ontrafelen, zeg maar. En hij zegt, dat is waar jullie in het Westen heel goed in zijn, en jullie sturen dus kinderen van 4 al naar in een systeem waarin ze dat kunnen ontwikkelen. Hij zegt, wij in India laten kinderen tot hun 12e mens worden, dus hun mens zijn, hun gemeenschapszin en dergelijke ontwikkelen. En vanuit daaruit leren we kinderen hun intellect, of mensen, jonge mensen, hun intellect ontwikkelen.
Dus eigenlijk wat wij doen is, wij besteden eerst aandacht aan een steady hand. En dan geven we die steady hand, equiperen we met ja, een tool zoals dat mes, het intellect, om daar dan op een verstandige manier, op een stabiele manier mee om te gaan. En toen jij dat zei, zo zie ik eigenlijk ook een beetje dat combineren. Want het scherpe geest alleen, ik bedoel, als je iets van kernenergie weet, dan kun je of een atoombom ontwikkelen, of je kunt kernfusie ontwikkelen, hè, om maar eens wat te noemen. En dat geldt denk ik voor een hoop zaken die wij in deze wereld benoemen, kunnen onze scherpe geest aanwenden voor van alles en nog wat, maar of dat vanuit wijsheid of vanuit een spiritueel besef gebeurt, dat is natuurlijk punt 2. En ik wou toevoegen, ik benadruk meestal het verschil tussen linker en rechter hersenhelft als het over dit onderwerp gaat. En het is inderdaad zo dat we kinderen veel te snel naar die linker hersenhelft brengen, alle consequenties van dien. En het mooie aan holy science is dat je juist beide nodig hebt om het te kunnen begrijpen. Want sommige dingen, ja, die gaan echt het linker hersenhelft te boven, die kan daar niks mee. En dus heb je ook die rechterkant nodig om het in balans te brengen. Hoe zie je wat dat betreft bijvoorbeeld het gebruik van ayahuasca of andere middelen in die geest? Ja, kijk, ik vind dat iedereen zelf moet doen wat hij denkt dat goed is. Maar ik heb ervoor gekozen om geen hulpmiddelen te gebruiken. Dus ik wil het op eigen kracht doen. Ik zie het bewustzijnsontwikkeling als het beklimmen van een berg. En ik wil graag te voet en met mijn eigen spieren naar de top doen. Mm-hmm. Ja, ik wil zelfs geen sherpa's die mijn spullen dragen. Dat wil ik allemaal zelf doen. Maar als je ervoor kiest om met een helikopter naar de top te gaan, omdat je daar het uitzicht zo fantastisch vindt. Ja, ik ga dat niet veroordelen. Iedereen heeft zeg maar het recht om dat te doen. Ja, ja. Ja, maar ik kies er dus voor om het op eigen kracht te doen. Ja, de reden dat ik het zeg is, dat weet je natuurlijk ook, dat sinds eeuwen is natuurlijk het functioneren van onze pijnappelklier, die met name dan natuurlijk het hormoon maakt, waardoor wij transformatie kunnen overdragen in onze hersenen, gereduceerd is. En dit middel is eigenlijk niet meer dan dat lichaams-eigen hormoon, met nog wat enzymen erbij, om dat nog meer te stimuleren, waardoor je in principe de mogelijkheid hebt om je hersencapaciteit of de verbindingen die in ieder geval hier worden gelegd, om die te vergroten. Dat is eigenlijk wat het doet. Het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat het iets is wat we kwijt zijn geraakt, dat het dat stimuleert. En dan zou je kunnen zeggen, dat is een helikopter. Maar je zou ook kunnen zeggen, je kunt natuurlijk ook op een andere manier te leren vliegen met je mind. En het kan wel inderdaad ervoor zorgen dat je, als je op die top zou moeten zijn, omdat dat uitzichtje iets brengt, dan is het er komen is alleen maar een middel en een manier. Dus wat dat betreft. Maar ja, jij zegt iedereen moet zelf weten wat hij doet. Maar als meer mensen zich dit zouden realiseren, dat ze op een beperkte manier hun geest gebruiken en dat er manieren zijn om dat te stimuleren, dan is dat denk ik alleen maar positief. Ja, maar zoals ik het zie, kijk, je stimuleert je brein niet door die stof aan te maken. Hè? Je ervaart alleen de werking van die stof. Mm. Kijk, ik gebruik bijvoorbeeld geen spullen die mijn hersen aantasten, en met name mijn pijnappelklier. Daar heb ik bijvoorbeeld over natriumfluoride in tandpasta. Ik kies er bijvoorbeeld voor om fluoridevrije tandpasta te nemen, want met name die natriumfluoride, die verkalkt als het ware je pijnappelklier. En daardoor functioneert die niet meer. Ja. Dus, maar weet je, Chris, dat is iedereen kiest zijn eigen weg. Klopt. En je moet vooral geen naloper zijn. Nee. Maar ik heb een soort, ook vroeger al, toen al mijn vrienden die waren aan het blowen. Mm-hmm. En ik had zoiets, nee, dat is niet mijn weg. Ja. Maar ja, ik heb toen wel veel alcohol gebruikt. Daar ben ik inmiddels ook al lang mee gestopt, maar... Mm-hmm. Iedereen moet gewoon doen waarvan hij denkt, dit voelt voor mij goed. Maar het is wel belangrijk om eerlijk en zuiver naar jezelf te blijven van, is dit, ja, wat brengt mij dit en hoe ontwikkel ik mezelf? Ja, om het bewust te doen en steeds in de spiegel te kijken, waarom doe ik wat ik doe? Ja, klopt. Er is geen goed en kwaad wat mij betreft, in die zin. We zijn hier allemaal om te leren.
En niemand doet het vanaf de geboorte allemaal goed. Dat is ook een mooie. Dus iedere keer dat we iets doen waarvan we achteraf denken, had ik misschien toch anders kunnen doen, hebben we onszelf ook ontwikkeld. En dat vind ik belangrijker. Klopt, mee eens. Kijk, je zei ook iets, dat is even wat anders, over de rechtspraak en over het systeem. Volg jij wat er nu tijdens die coronacrisis en die maatregelen en met die viruswaanzinbeweging gebeurt? Volg je dat een beetje? Ja, wat er voorbij komt op alternatieve media, dat zie ik een beetje. Hè. Mm-hmm. Maar eerlijk gezegd, Chris, ik heb geen enkel vertrouwen in vrouwenjustitia, zoals het genoemd wordt. Omdat daar belangen worden gediend. Ja. Uiteindelijk, ja, je kunt nog zo juridisch onderbouwd je dingen doen. Maar uiteindelijk zullen ze toch manieren vinden. Want nou, over de wet gesproken, kijk, voor mij is het heel simpel. Er is de wet. Ja? Hoofdletter D, hoofdletter W. En daar hou ik me aan. En alles wat mensen hebben bedacht, dat zijn regeltjes die, zolang ze niet strijdig zijn met de wet, door mensen nageleefd zouden mogen kunnen worden. Maar ik bepaal zelf welke regels ik wel en niet accepteer. Ja? Dus de wet staat voor mij boven alles. En zolang het er niet mee in strijd is, kan ik ermee instemmen of niet. Ik weiger bijvoorbeeld pertinent om een zorgverzekering af te sluiten. En de overheid die vindt dat ik dat wel moet doen. Dus daar heb ik al een jarenlange strijd over. Maar ik blijf dat gewoon weigeren. Ja, kijk, wat die viruswaanzinbeweging doet, een van de dingen die ze doen, en dat doet misschien toch wel voor een deel ook terugdenken aan de tijd van SOPN of het jaar daarvoor met Occupy. Alleen het lijkt alsof deze beweging wat breder is, ook omdat er misschien een concrete aanleiding voor is. Of een concreet topic waar veel mensen zich door aangesproken voelen. Maar zij zijn dus ook een kort geding tegen de staat aangegaan om die maatregelen te stoppen met een juridische onderbouwing. Heb je daar iets van meegekregen? Heb je die rechtszaak bijvoorbeeld bekeken? Die zitting? Ik heb het niet tot de laatste. Nee, maar ik heb wel begrepen dat ze de rechter hebben gevraagd. En dat het vervolgens in de wraakingskamer besproken moest gaan worden. Maar ja, dat is vandaag gebeurd, die zitting. Nou, ik volg dat wel. Dat is eigenlijk gewoon zo gegroeid. En ik vind het wel heel bijzonder als je gewoon ook de zitting hoort. Als je gewoon, want het is natuurlijk gewoon, al die zittingen zijn via streaming te bekijken, maar dan zie je dus ook wat er gebeurt. En de manier waarop op een hele beheerste manier, juridisch verantwoorde manier, de staat eigenlijk aangesproken wordt, niet alleen inhoudelijk, maar ook op de manier van handelen. Ik bedoel, het feit dat je een rechter wraakt, een wraakingsverzoek indient, dat is natuurlijk, dat betekent wel dat je van goede huizen moet komen. En ik vind het heel interessant om dat te blijven volgen. Want een van de dingen die moet gebeuren. Ik bedoel, jij zegt dat je zelf je zorgverzekeringen niet betaalt. Maar wat dat betreft ben je. Weiger hem af te sluiten. Weiger hem af te sluiten. Ja, sorry, ik druk me verkeerd uit. Maar daar ben je, dat doe je zelf. En dat doe je vanuit je eigen overtuiging. Wat ik mooi vind op dit moment, is dat er dus exposure wordt gegeven aan het wordt eigenlijk een soort ontmanteling van het dysfunctioneren van de rechtsstaat. Hè? En dat moet je dan wel kunnen gaan bekijken, want als je mainstream media kijkt, dan krijg je wat andere boodschappen. Maar het is wel gewoon vrijelijk te bezien, te bekijken via het internet. Dus ik denk wel dat dit een hele bijzondere tijd is. Dat waar wij 7 jaar geleden mee bezig waren, 8 jaar geleden, het lijkt alsof er in de tussentijd niet veel is gebeurd. Het lijkt alsof dat beeld heb ik, dat de mensen een beetje weer in slaap zijn gesust. Maar nu zie je dat op de een of andere manier, door dat corona-crisis, hoax, hoe wil je het noemen, dat al die onvrede, waar geen moet je dat zeggen, wat niet een plaatsje heeft gekregen, maar ook niet echt benoemd kan worden, dat spuit opeens op alle manieren nu naar boven. En dat zie je met een demonstratie die verboden is, waar 5000 man als het niet meer is op afkomen. Dat zijn wel bijzondere dingen die op dit moment in de wereld gebeuren.
heb je het idee dat dit, dat de tijd ook ja, rijp is voor een verandering? Of kijk je daar op een afstandje naar en denk je, eens even kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen? Nou, wat ik al zei, hè, in 2008 had ik al de indruk dat we in een eindtijd zaten. En ik ben ook erg bezig met eindtijdprofecieën en dat soort zaken. Ja. Maar ook dit, het gaat niet over wat er eigenlijk in de fysieke wereld gebeurt, maar meer wat gebeurt er in je eigen bewustzijn. En dat is de kern. En ik denk, de tijd waarin we nu leven, Chris, komen er steeds meer kaarten op tafel. Mm-hmm. Kijk, wat er nu gebeurt, is iets wat niet zomaar is ontstaan. Hè. Veel mensen denken dat het uit de lucht is komen vallen, maar hier zijn jaren aan voorbereiding aan vooraf gegaan. Ja. Complete draaiboeken zijn gemaakt. Ja. Dus we kunnen nog wel een tijdje tegenspartelen, en dat zal ook wel gebeuren, en daar ben ik ook heel blij om dat mensen dat doen. Het enige effect daarvan is dat steeds meer mensen doorkrijgen dat het niet klopt, dat het niet juist is. Want ik ben, je mag mij een pessimist noemen, maar ik zie mezelf eerder als realist. Ik denk dat ze al deze voorbereiding niet zomaar hebben gedaan, en ik denk dat ze sowieso door willen gaan met het grote programma. En het grote programma is verplichte vaccinatie en uitrollen van 5G, zodat ieder mens uiteindelijk steeds meer minder menselijk wordt en steeds meer bestuurbaar, controleerbaar wordt. Want uiteindelijk gaat het om mind control. Ja, maar mind control, het gaat om controle. Ja, het boek van George Orwell, 1984, fantastisch boek wat mij betreft, gaat over deze tijd. Het doel is controle. Je kunt fysieke controle doen, maar dat is heel erg duur. En dat is eigenlijk heel lastig om dat uit te rollen voor zoveel mensen. Dus je moet het indirect doen. Ja, en hoe controleer je mensen indirect? Hoe bestuur je ze indirect? Door hun gedachten. Ja. Dus mensen moeten vooral de hele dag naar hun smartphone kijken en moeten de hele dag social media berichten lezen. Op die manier worden ze, zonder dat ze doorhebben, geprogrammeerd, beïnvloed. Vroeger werden we door de televisie geprogrammeerd, daarom heet het ook zo, hè, een televisieprogramma. Maar nu worden we meer geprogrammeerd door wat we via onze eigen systemen tot ons krijgen. En uiteindelijk, die is ook sinds de Tweede Wereldoorlog is er heel veel onderzoek naar gedaan. Door met name geheime experimenten op mensen. Hoe kun je mensen zo efficiënt mogelijk controleren en beïnvloeden? Nou, dat is nu aan de gang. De overheid maakt mensen bang voor een gevaar wat er niet is. En als je kijkt om je heen, hoe braaf iedereen al deze maatregelen opvolgt, kun je niets anders zeggen dan dat ze daar heel erg goed in geslaagd zijn. Zeker. Ze zijn bang gemaakt voor een onbestaanbaar een vijand die niet bestaat. Ja. En we hebben alle maatregelen die onze vrijheden heel erg ver hebben afgepakt, hebben we eigenlijk klakkeloos geaccepteerd. Nou, denk nu niet dat weer ongedaan gemaakt gaat worden, want ze zullen redenen blijven bedenken waarom deze maatregelen nog niet opgeheven kunnen worden. Mm-hmm. Nou, dit is jouw pessimistische, realistische kijk. Zit er ook nog een optimistische aspect aan? Ja, dat is het net als met 9-11. Hè? 9-11, ik heb dat die tweede inslag, wat het dan ook geweest is, heb ik live op de televisie gezien. Dus het had heel veel impact op mij. Maar het heeft een aantal jaar geduurd voordat ik besefte wat ik echt had gezien en wat echt de functie daarvan is geweest. Vertel. Maar omgekeerd, als het niet zou zijn gebeurd, dan was ik misschien veel later wakker geworden, of misschien wel helemaal niet. Mm-hmm. En dat zie ik ook met dit. Er wordt nu heel erg veel druk uitgeoefend om mensen te laten complyen, om ze te laten meedoen met het systeem. Mm-hmm. En actie is reactie. Dus hoe meer druk er vanuit de overheid komt om mensen iets te laten doen, hoe meer tegendruk er ook ontstaat. Hoe meer mensen willen ontvluchten, uit het systeem willen. Mm-hmm. Dus dat is de keerzijde. En dat is denk ik het mooie. Steeds meer mensen zullen manieren vinden om zich hieraan te onttrekken. Er gaat een nieuwe samenleving ontstaan, los van alles wat verplicht is, wat gereguleerd wordt door de overheid. En deze vrijbuiters die zullen zich steeds meer gaan verenigen. En uiteindelijk krijgen we misschien een soort tweedeling. Mensen die wel met het systeem meer willen doen en mensen die daar van los willen. Net als in de film The Matrix. Mm-hmm. Ja, Neo die ontdekt dat er een hele groep is die niet mee wil doen met de Matrix. Nou, dat ontdekt iedereen die zich losmaakt nu. Dat er veel meer mensen zijn zoals jij en ik en misschien alle mensen die hier naar kijken. Dat wij ook helemaal geen behoefte hebben aan een vadertje staat die alles controleert en die overal de baas over is. Ik hoef zo'n overheid niet.
Maar dan praat je over het systeem. Je sprak eerder ook over het bewustzijn, noem het maar even de spirituele ontwikkeling. Dat speelt zich op een ander niveau af. Ja, maar uiteindelijk komt het samen, hè? Want ja. Kijk, je kunt je nu tegen iets keren, maar op het moment dat jouw bewustzijn onvoldoende hoog is, dan blijf je maar hangen in die strijd. Ja, er zijn mensen die niet blij zijn met 5G en die gaan die masten in de fik steken. Mm-hmm. Maar de vraag is in hoeverre dat helpt. Mm-hmm. Ja, uiteindelijk, die masten zullen er toch wel komen. En desnoods zetten ze er om iedere mast een aantal ME'ers om het te beschermen. Mm-hmm. Maar het systeem wil dit. Dus ja, je kunt er tegenin gaan, maar dat is volgens mij niet de slimme manier. Mm-hmm. En op het moment dat je bewustzijn naar een hoger niveau weet te brengen, mm-hmm. ontdek je ook dat er andere manieren zijn om hiermee om te gaan. En uiteindelijk is het mind over matter. Mm-hmm. Dus je kunt je druk maken over iets wat in je lichaam is gespoten. Je kunt je druk maken over straling die tot je komt. Maar op het moment dat jij weet dat het mind over matter is en je eigen bewustzijn naar een niveau kunt brengen waarin die fysieke zaken jou minder last geven, ja, dan ontdek je dat je eigenlijk vrij bent. En dat je niet bang hoeft te zijn voor gevaar. Want dat weet je misschien ook van het werk van Bruce Lipton. Angst is de manier om je immuunsysteem buitenspel te zetten. Ja. En daardoor krijg je allerlei aandoeningen. Mm-hmm. En dat vind ik ook de keerzijde van heel veel mensen die, ja, die actie voeren tegen 5G of tegen vaccinatie. Mm-hmm. Hoe gelijk ze ook hebben, ze maken tegelijkertijd mensen bang ervoor. En die angst is juist weer een effect wat je niet wil. Dus informeer mensen, maar zorg tegelijkertijd dat je daar geen angst mee overbrengt. Want op het moment dat je de boodschap meegeeft, ja, maar je bent je lichaam niet. Je bent een onsterfelijk wezen. En wat er ook allemaal gebeurt in deze fysieke werkelijkheid, het raakt jou in feite niet echt. Ja, je hebt er misschien last van, maar in feite sta je erboven. En als je het op die manier brengt, dat wij geen, ja, we zijn niet een geest in een met een lichamelijke ervaring. Oh, sorry. Nou ja, goed, je kent het wel. Duidelijk. Ja, precies. Wij zijn niet ons lichaam. Wij hebben een lichaam om een fysieke wereld te kunnen beleven. Ja. Nou, precies. Ik ben blij dat je dat zegt, want we zaten net natuurlijk over een systeem te praten, maar dit is natuurlijk, denk ik, de essentie. Als je dat realiseert, doet me trouwens denken. Keer de documentaire over de Dalai Lama, die geloof ik trouwens vandaag jarig is. Maar daar werd een monnik gevraagd, een lama, een Tibetaanse monnik, of hij bang was, of hij ooit bang is geweest tijdens gevangenschap. Hij heeft een aantal jaren in de Chinese gulag gezeten. En toen zei hij, ja, ik had bepaalde momenten dat ik echt bang was. Ik was namelijk bang dat ik mijn compassie voor de Chinezen zou verliezen, voor de bezetter. Dat vond ik zo bijzonder dat iemand dat zegt, maar dat is dus van een totaal ander bewustzijn gesproken. Geen angst voor fysieke ontberingen, geen angst voor dreiging tot martelingen, ook geen boosheid tot het moeten verrichten van dwangarbeid, maar wel bang dat die zijn kernwaarde zou kunnen verliezen. Heel bijzonder. Heel mooi om dat zo te lezen. Eigenlijk een beetje zoals Jezus het zei. Nou ja, jij bent met de Bijbel bezig, maar zoals Jezus eigenlijk vergeven, want zij weten niet wat ze doen. Maar dat hij dus zelf ook die compassie kon blijven handhaven. Ja, kijk, en dit kunnen we dus heel mooi doortrekken naar de huidige situatie. Want ja stel dat je te maken krijgt met agenten die je willen arresteren, omdat je het, of mensen die een spuit in je arm willen doen, of iemand die een 5G-mast komt installeren. Ja. Al deze mensen zijn niet onze vijand. Mm-hmm. Ja, sterker nog, wij hebben eigenlijk helemaal geen vijanden. We hebben alleen maar mensen die een systeem dienen. En dat systeem, ja, dat is ons probleem. Maar de mensen die het doen, dat zijn onze medemensen. Daar mag je zoveel compassie voor hebben als je wilt. En ik denk dat we het ook nooit persoonlijk moeten maken. Die neiging is natuurlijk wel heel groot. Ja. Omdat je voelt je aangevallen of bedreigd of wat dan ook. Dus je gaat degene die het dichtst bij jou is zien als degene die het doet. Maar diegene is niets anders dan een verlengstuk van het systeem.
En ja, je kunt hooguit mensen proberen op te roepen. Ja, iemand als Mark Passio doet dat denk ik op een hele mooie manier. Ja. Die order followers, mensen die opdrachten opvolgen, ja, die zijn in feite wel het probleem, maar niet als mens. De ja, Boy Scouts. Gedrag, ja. Ja. Als mens zijn het even zo belangrijke mensen als we zelf zijn. Ja. Ja. Dus ik denk dat het voorbeeld dat je aanhaalt vind ik heel mooi, omdat het laat zien, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We zijn allemaal mensen en op zielsniveau, hè, wat we net hadden met Jung, we zijn eigenlijk allemaal met elkaar verbonden. Alleen de rollen die we spelen, omdat we denken dat we het goede doen, want ik ben ervan overtuigd dat niemand opzettelijk het verkeerde doet. Mm-hmm. Ja, misschien heel mooi. Maar ook een agent die iemand arresteert, meent het goede te doen. En ook iemand die een klein kind dat spuitje straks gaat geven, die meent het goede te doen. Ja, ja. Nou, in het verlengde daarvan, je noemde ook eerder, had je het over verantwoordelijkheid. Het mooiste is als men zich verantwoordelijk gaat voelen voor zijn eigen daden en zijn eigen zijn. En dat begint met het weggooien van een propje papier op straat, tot eigenlijk alles wat je in je leven doet. Dat je want verantwoordelijkheid, dat betekent ook naar jezelf toe, dat je vanuit een stuk autonomiteit handelt. Als je zelf ownership kunt nemen van jouw leven, van jouw daden, van jouw gedrag, dan geeft dat eigenlijk empowerment. Want je legt het niet bij iemand anders die daar verantwoordelijk voor is, maar je neemt zelf je verantwoordelijkheid. Dus bijvoorbeeld als jij als agent iemand een boete geeft, dat je realiseert dat jij als agent dat besluit neemt. Niet omdat het je verteld is, want dan heb je alles uit handen gegeven, maar je neemt zelf die beslissing. Als ik bij Albert Heijn een winkelkaartje pak, dan doe ik dat. Dan is dat mijn eigen verantwoordelijkheid. Hè? Omdat ik mezelf misschien wat makkelijker wil maken. Misschien vind ik het wel onzin om voor één chocoladereep een karretje te pakken. Maar ik denk, wat maakt mij dat nou uit? Maar dat is natuurlijk wel een geleidende schaal. Want de SS-officier op het perron, die had natuurlijk ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar die ging niet verder dan een of andere ambtelijke handeling. En dus dat is natuurlijk, dat is wel een discours natuurlijk. Discours van waar houd je verantwoordelijkheid op, hè, in het geheel? Je bent in ieder geval hoofdelijk verantwoordelijk voor alles wat jij doet. En zelfs voor wat jij denkt. Ja, maar ik denk alleen bewuste mensen kun je dat vragen. Hè? Want bewustzijn gaat daarover. Kijk, voorbeeld van mezelf. Ik weiger een zorgverzekering af te sluiten. Dat betekent dat ik volledig verantwoordelijk ben voor mijn eigen gezondheid. En als er iets met mijn gezondheid is, kan ik ook niet aankloppen bij die instanties waar ik de diensten niet van af wil nemen. Dus ik ben daar volledig verantwoordelijk voor. Maar het voorbeeld wat jij aandraagt, Chris, kijk, dat is juist het probleem met het systeem, want mensen voelen zich niet verantwoordelijk voor hun daden. Die zeggen, ja, maar dat is mijn functie, dat is mijn opdracht. Als ik het niet doe, dan bij wijze van spreken, dan ga ik tegen mijn superieuren in en dan kan ik ontslagen worden. Dus mensen hebben die verantwoordelijkheid juist niet geaccepteerd, omdat ze zeggen, nee, ik functioneer in een systeem. En zo zijn het allemaal radertjes in een machine geworden. En die machine op zich is kun je niet verantwoordelijk stellen. Die machine die is volgens mij volledig dolgedraaid. En die doet nu steeds meer dingen die eigenlijk tegen de menselijkheid ingaan. En het probleem is dat iedereen die in die machine meedoet, zich juist niet verantwoordelijk voelt voor zijn eigen taak. En zijn geweten eigenlijk heeft uitgezet. Precies. Omdat, ja. Precies, maar daarom dat ik het zo'n mooi begrip vind, hè, verantwoordelijkheid, ik vind eigenlijk ownership vind ik nog een mooier woord. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook, ik denk dat ieder instituut, hè, een vakbond, jeugdzorg, noem maar op, die is ooit ontstaan vanuit een nobel streven. En op een gegeven moment werken mensen, op een gegeven moment wordt het een instituut en ergens ontstaat er een moment dat de missie van dat instituut kennelijk ondergeschikt wordt aan de instandhouding van dat instituut. Dus dan zie je eigenlijk dat de beweging intern gericht wordt. Bijvoorbeeld van, hoe kan ik als persoon
als medewerker bijdragen aan de organisatie. Dus niet meer aan de doelstelling, maar aan de organisatie. Sterker nog, hoe kan ik mijzelf binnen die organisatie profileren en daar een carrière maken? Dus je ziet op een gegeven moment dat de instituten zelf, dat het systeem belangrijker wordt dan waar het voor bedoeld is in oorsprong. En dat zijn de momenten dat mensen eigenlijk een beetje het spoor bijstraken. Dat is denk ik hetzelfde wat ook in de wetenschap gebeurt. Ik bedoel, wetenschap, ik denk van oorsprong, nobel streven. Je bent aan het onderzoeken, je wilt de realiteit, de werkelijkheid, wil je in kaart brengen. Maar op een gegeven moment is er natuurlijk sprake van een academisch systeem met ongeschreven wetten. Als je daar niet aan voldoet, ja, dan word je een outcast. En dan kun je al je beurzen loop je dan mis. En er zijn natuurlijk voorbeelden te over in de geschiedenis waar hiervan sprake is geweest. Ja, maar nog steeds. Er is een website met dissidente wetenschappers. Dat zijn wereldwijd duizenden die essentiële vragen durven stellen. En dat wordt niet gewaardeerd. Ja. Want je moet niet begrijpen. De academische wereld is een business, hè? Het gaat om geld. Dus de financiers die bepalen eigenlijk wat de uitkomst moet zijn. En zeker. Het is de taak van de hoogleraar om het zo op te schrijven dat het niet, dat het niet volkomen onzin is, maar er moet vooral wel de uitkomst zijn die wordt gevraagd. Ja. En ja. Ja, dat zijn allemaal voorbeelden van corruptie, Chris. De vakbonden wij het hebben, maar alle instituten, die hebben op een gegeven moment de keuze van blijf ik trouw aan mijn oorspronkelijke bestaansrecht, mijn missie, visie waarom ik ben ontstaan, of komt er toch een verdraaiing in omdat er invloeden van buiten gaan meespelen. Ja. Nou, en ik ben zo zwartgallig, zou je bijna kunnen zeggen, dat alles wat regulier is, is corrupt geraakt door het controlerende systeem wat erboven zit. Ja. Anders zou het systeem ze namelijk hebben aangepakt. Maar het systeem heeft ze omarmd, heeft ze ingelijfd, en dat betekent dat ze mede corrupt zijn geworden. En wat zou daar de oorzaak van zijn? Het gaat om belangen. Dit gaat al heel erg lang. Hè? Als je de menselijke geschiedenis bekijkt, gaat het altijd over belangen. En er is altijd een groep geweest die zich boven het gewone volk heeft geplaatst. Ja. Ja, de adel, de nobelen in de middeleeuwen vanaf die tijd, die betaalden geen belasting. Maar de gewone mensen moesten het wel doen. Ja? En ook de priesters hoefden geen belasting te betalen. En dan had je een hele hiërarchie daaronder. Nou, die hiërarchie is altijd gebleven. En in onze tijd hebben wij niet zicht op die top van die hiërarchische piramide. Mm-hmm. Er zijn superrijke families. Ja, er worden wel allemaal overzichten gemaakt, quote zoveel. Maar de echt rijke families zitten daar helemaal niet bij. En die blijven, blijven buiten beeld. En deze families, dat zien we nu ook aan het hele vaccinatieverhaal, hè, met Bill Gates, die miljoenen heeft gestopt in farmaceutische bedrijven en tegelijkertijd miljoenen heeft gespendeerd aan de WHO, de World Health Organization. Dus de organisatie die het gaat min of meer afdwingen en de leveranciers die worden door dezelfde partij gefinancierd. Nou, en denk nu niet dat Bill Gates de allerhoogste van de piramide is. Hij is eigenlijk een loopjongen van de mensen die nog veel machtiger zijn. Dus als je dat gaat beseffen, dat er altijd een top is geweest die zo verschrikkelijk rijk is, dat ze eigenlijk de rest van de wereld kunnen laten doen wat zij denken dat goed is. Ja, dan ga je schrikken. En als je dan ook nog eens beseft dat hun eigenlijke doel is om deze wereld qua mensheid een beetje uit te dunnen. En een beetje kun je rustig weglaten. Want ja, dan staat ook op de steen geschreven in de Georgia Guidestones. Er wordt gezegd een 500 miljard mensen. Dat is ongeveer het maximum wat deze planeet kan hebben. Mm-hmm. Nou, we zijn met ruim 7 miljard nu, als ik het goed heb. Dus dat betekent dat er zo'n 6,5 miljard te veel mensen zijn. Nou, en hoe kom je daar vanaf? Ja, dat is lastig, want ja, er komen steeds meer mensen bij en dan sterven. Dus er zal iets fundamenteels moeten gedaan worden. Nou, zoals ik het begrepen heb, is die vaccinatie, die waar ze nu op alle mogelijke manieren op aansturen, bedoeld om mensen allereerst onvruchtbaar te maken. Ja, en tegelijkertijd veel bevattelijker voor allerlei ziektes. Het DNA wordt waarschijnlijk veranderd. En niet te vergeten, mensen worden veel makkelijker bestuurd. En als eindfase krijg je dan ook mensen waarvan helemaal niet meer duidelijk is wat het geslacht is. Ja, dan zie je nu ook al tekenen in de media, dat hele idee dat er mannetjes en vrouwtjes zijn,
Ja, vroeger gingen ook mannetjes en vrouwtjes samen en die maakten weer een nieuwe. Dat hele idee, dat is al heel erg lang, wordt het ondermijnd. En dat is het, als je de Tavistock bekijkt, hè, waar ze mee bezig zijn geweest, die hele agenda van emancipatiebewegingen, noem het allemaal maar op, nu nog steeds weer alle conflicten die worden uitvergroot tussen mensen die dan wat blanker zijn en mensen die wat donkerder zijn. Waar de grens ligt, dat heb ik nog steeds niet ontdekt, want volgens mij is het een glijdende schaal. Maar goed, op een of andere manier wordt het altijd in zwart-wit uit elkaar getrokken om die spanning maar te handhaven. Terwijl die spanning helemaal niet bestaat. Die bestaat niet in het echt, die bestaat alleen als je de televisie aanzet. Ja, ja. Ga je toch weer even terug, want ik begrijp goed wat je zegt, maar we hadden het eerder ook al over het rechtssysteem en dergelijke. En toen gaf je aan, ja, ik ben een pessimist, ik ben een realist, maar er zit ook nog eens een optimistische kant aan, namelijk dat wij een spirit zijn in een menselijke ervaring. Als je kijkt naar de plannen van een kleine bovengroep om de wereldbevolking te reduceren, heb je daar ook nog een spirituele positieve kant aan? Kun jij die daarin onderkennen? Moeten we daartegen strijden of moeten we het laten zijn? En hoe kijk jij daarnaar? Ja, weet je, strijden tegen is aandacht geven. En alles wat je aandacht geeft, dat maakt je groter. Maar tegelijkertijd, je kop in het zand steken is ook weer niet de oplossing. Nee. Nee. Dus het is goed om je kennis van te hebben. Het is goed om te beseffen hoe wij via de huidige voedingsindustrie, via de huidige zogenaamde gezondheidszorg, eigenlijk steeds zwakker worden gemaakt. Mm-hmm. Ik ben ervan overtuigd dat de mens van 100 jaar geleden 10 keer zo sterk was dan die nu is. Ja, ons immuunsysteem wordt niet meer getraind. Ja, we worden op alle mogelijke manieren beschermd. Dus bij het minste of geringste gaat ons immuunsysteem op rood. Die system error. En we kunnen het niet aan en we worden ernstig ziek. Terwijl vroeger werd het immuunsysteem heel goed getraind. Nou, dat is eigenlijk ook met alles zo. Ook met onze manier van denken. Als ik bijvoorbeeld kijk naar films van jaren 30, jaren 40. Daar zitten soms intellectuele vernuftigheden in, waar ik alleen maar diepe bewondering voor heb. Maar als je kijkt naar wat er nu wordt gemaakt, dat is zo plat en zo banaal als het maar kan. En hoe platter en hoe banaler het is, hoe meer mensen er naar kijken. En daar maak ik me zorgen om. De degeneratie van de mens, in zowel biologische zin, maar ook in mentale zin. Ja, wij gaan keihard achteruit, maar we hebben niet door, omdat iedereen met ons achteruit gaat. En op die manier gaan we de mensheid steeds zwakker maken. En dan is het eigenlijk een kleine. Ja, eigenlijk is het dan al te laat om dat te beseffen. Ja. Dus ja, moet je er tegen strijden? Nou, kijk, je kunt er ook dankbaar voor zijn, hè? Want op het moment dat er heel veel druk ontstaat van een systeem, wat ik net al zei, actie-reactie, dan gaan er toch steeds meer mensen zich daarvan los willen maken. En dan is er nog uiteindelijk maar één manier. En dat is je bewustzijn ontwikkelen. Want ik geloof niet dat je allemaal wapens moet gaan inslaan en dat je ergens moet gaan terugtrekken in een bunker. Want dan ga je precies doen waar het systeem extreem goed in is. Het extreem is extreem goed in geweld. En als wij voor geweld kiezen, ja, ik ben een strijder. Ik snap hoe je met fysieke middelen jezelf kunt beschermen. Mm-hmm. Maar dat is juist waar het systeem monopolie op heeft gekregen. Ja. En ik denk niet dat de manier is. Ik denk meer de Gandhi-manier, hè, om je wel te verzetten, maar op een verzetloze manier. Ik denk dat we dat moeten gaan ontwikkelen. En als maar genoeg mensen zeggen, nee, deze maatregelen die accepteren wij niet, dan verandert het. Maar we hebben nu gezien, hè, die anderhalf maatregel, of alle mensen nu in de trein en de bus met die mondkapjes op. Niemand durft het om, ik zit er niet in, hè, maar voor zover ik weet, iedereen doet maar braaf wat gevraagd wordt, want anders krijg je een boete. Ja, of klappen van je medereizigers. Ik ken ook verhalen van mensen die dat is overkomen. Ik wil richting afronding. En dat wil ik. Ik wil kijken of we dat met een mooie, positieve, optimistische vooruitzicht kunnen doen. Ik ben benieuwd, je hebt een aantal keren genoemd, en zo kijk ik er trouwens ook naar hoor, naar hoe belangrijk het is om je bewustzijn te ontwikkelen, laten we zeggen je frequentie te verhogen. Kun jij mensen wat handvatten geven om daar bewust mee aan de slag te gaan?
Nou ja, het grote handvat zelf heb ik natuurlijk al klaar, Chris. Dat is die opleiding. Ik heb nu een opleiding gemaakt van 5 niveaus. Maar je kunt er al aan ruiken voor €17. Dan krijg je 5 video's en een e-book. En dan heb je, zeg maar, de basisprincipes van Holy Science heb je dan uitgelegd gekregen. Mm-hmm. En als er smaakt naar meer, ja, dan kun je alle niveaus gaan doen. En uiteindelijk ben je dan wat ik noem een witte tovenaar. Dan kun je bewust scheppen. Het grote verschil tussen witte toverkunst en zwarte toverkunst. De zwarte toverkunst gaat zonder bewustzijn. Zwarte toverkunst gaat via allerlei rituelen en andere zaken. Maar daar hoef je juist niet bewust voor te zijn. En op die manier verkoop je eigenlijk letterlijk je ziel aan de duivel. Maar daarmee schep je wel. Ja, datgene wat je heel graag wil, wordt geschapen. En daarom is het ook zo populair bij de mensen die de baas willen spelen. Want het werkt. De prijs die je ervoor betaalt is heel groot. Maar dat merk je pas als dit leven is afgelopen. Witte toverkunst gaat door juist je bewust te zijn van alles. En als je deze opleiding niet wil doen, zijn er heel veel manieren om je bewustzijn te ontwikkelen. Ja, je kunt, dus, ja, er zijn zoveel manieren om dat te doen. Mm-hmm. Maar dan merk je als je daarin gaat trainen voor jezelf, dat je een heel groot deel van je dag niet bewust bent. Ja, mm-hmm. We zijn eigenlijk lopende apparaten, automaten die dingen doen. Die krijgen een bepaald setje. Net als een soort flipperkast. Je kunt die bal een setje geven. Maar daarna gaat die bal alle kanten op. En mm-hmm. zo gaat het ook bij ons. We kiezen iets om te doen. En daarna zijn we als een flipperkastbal die alle kanten op wordt gestuiterd. Mm-hmm. Dus ja, word je daar bewust van. En als je daar bewust van wordt, ja, dan ben je eigenlijk je bewustzijn al aan het ontwikkelen. Dit klinkt als een soort mindfulness. Ja, ja. Neem ik een aspect. Ja, het is dan weer zo'n woord, maar mindfulness is denk ik wel omschrijf wat jij nu net aangeeft. Van om niet als een flipperkast de dag door te komen, maar je bewust te zijn van, nou, bij wijze van spreken, van iedere inademing. Hè? Om bewust te ademen. Ik zeg ook vaak aan mensen, op het moment dat je even in een spanning of zo zit, als je teruggaat naar je ademhaling, kun je teruggaan naar je essentie. Dat zijn van die kleine dingen. Of je gaat je aarde. Dat zijn van die. En zeker in het begin van ons platform ook, heb ik met name, omdat we toen in de angst zaten, dat was de tijd dat de wc-papier liep in de. Hè, dus dat was pure angst. En om mensen daar een beetje wat handvatten te geven, hebben we dus begonnen met aardingsoefeningen, wat affirmaties. Dus zaken om in ieder geval even tot jezelf te komen. En van daaruit, zeg maar, in ieder geval wat je doet, om je dan bewust te zijn, dat je altijd weer terug kunt naar die basis, naar, ik noem het dan ook vaak, dat eeuwige. Hè? En dat is een manier, hè? Ankerpunten onderkennen in de dag, dat je dus, als je 's ochtends een wandelingetje maakt in de natuur, dat je op het moment dat je ergens op je werk of weet ik veel waar zit, en het wordt je allemaal te veel, dat je dat moment weer even kunt terugpakken. Dan is het maar 5 seconden of een half minuutje. Dan weet je in ieder geval weer, oh ja, dat is eigenlijk de essentie. Dat is de basis. Hè, dus dat zijn, dat, maar dat eventjes, dat zou je mindfulness kunnen noemen. Maar dat moest ik even aan denken bij jou. Ja, bij wat je zei. Kun je nog één voorbeeld geven van een geavanceerde manier, gewoon voor ter illustratie, geavanceerde manier om, zeg maar, je bewustzijn te ontwikkelen. Kijk, wat ik heel belangrijk vind, hè, is zelfkennis. We hadden het over mindfulness, maar mindfulness moet je eigenlijk combineren met zelfkennis. En als je zelfkennis daarin duikt, dan merk je dat je een bepaalde manier van reageren hebt ontwikkeld, eigenlijk vanaf je jeugd al. En dat noemen we de persoonlijkheid. Mm-hmm. En persoonlijkheid, daar zit het woordje persona in, en dat is Latijn voor masker. En je persoonlijkheid is als het ware het masker wat je opdoet om te interacteren met je omgeving. En dat masker heeft jou heel veel gebracht, maar tegelijkertijd is het ook je grootste belemmering om tot je echte zelf te komen, tot je ware mm-hmm. zelf. Mm-hmm. En Holy Science biedt jou manieren om dat masker eerst heel goed te gaan begrijpen en dan te gaan realiseren, oh, maar wat ik nu doe, dat komt door mijn masker. Dat is niet door wat er achter de masker zit. Ja. En dan, als je dat onderscheid weet te maken tussen je persoonlijkheid en wat erachter zit, dat mag je karakter noemen, dat is al een enorme winstpunt. Want je persoonlijkheid laat je heel veel dingen doen, heel veel standaard manieren van reageren.
wat niet altijd in jouw voordeel werkt. Je kunt het vergelijken met een automatische piloot of met de cruise control in de auto. Ja, het is heel handig voor standaard dingen. Dan kun je je persoonlijkheid rustig achter het stuur laten zitten. Mm-hmm. Maar op het moment dat het hele belangrijke dingen zijn, bijvoorbeeld ja, dingen die gaan over je relatie of iets wat er dan met echt heel wezenlijk is, en je doet het vanuit je persoonlijkheid, dan heb je een heel groot risico dat de dingen gezegd worden door jou of gedaan die je eigenlijk helemaal niet wilt. Ja, sterker nog, als ik in die metafoor doorga, stel dat de cruise control op een gegeven moment stuk is, dus dat je eigenlijk zou moeten terugvallen op je eigen vaardigheden met schakelen en gas geven en dergelijke, en je hebt dat nooit geleerd, of je bent het verleerd, omdat je het al jaren niet meer hebt gedaan, dan heb je een probleem, terwijl je dat vroeger nooit zou hebben zonder cruise control. Klopt, dus we hadden het net over bepaalde middelen, maar je kunt bepaalde middelen nemen waarin je je persoonlijkheid uitzet. En dan zie je wie zich wel heeft ontwikkeld en wie niet. Ja, sommige mensen die zijn eigenlijk dan nog, maar ook al zijn ze al lang volwassen, gedragen zich in die kern nog als iemand van 3 of 4 jaar oud. Ja. Terwijl anderen zich veel volwassener gedragen. Dus dat is een ontwikkeling die je aan de buitenkant niet kunt zien, omdat het masker ervoor zit. Maar haal je dat masker weg, dan kun je wel degelijk zien wat de interne ontwikkeling is geweest van iemand. Ja, wat vaak heel confronterend is. Ja. Ja, maar wel noodzakelijk om je te kunnen ontwikkelen. Ja. Ja, want de ontwikkeling in je masker is eigenlijk verspilde tijd. Want dat masker gaat niet mee als je naar boven gaat, om het zo te zeggen. Ja. Maar wat, dat innerlijke kind, om het zo maar even te noemen, dat gaat wel mee. Ja, heel mooi. Mooi gezegd. Mooi, Johan. Mooi. Leuk om zo over dit soort onderwerpen te praten. En leuk om jouw visie erover te horen. En we zijn nu ruim een uur aan het praten. Ik zou zo nog 2 uur naar je kunnen luisteren. Misschien moet ik dan maar die €17 investeren. En dan kan ik wat meer van je horen. Maar ik vind het heel boeiend. En je hebt ook een heleboel voor mij treffende dingen gezegd. Dank je wel daarvoor. Dankjewel voor de uitnodiging, Chris. Ik vond het ook weer fijn om jou weer te zien en te horen. Ja. Je hebt heel veel gezegd. Wat we al zeiden, er is nog steeds heel veel wat je zou kunnen zeggen. Een aantal laatste vingerwijzingen voor de mensen die dit gaan bekijken. Heb je nog iets waarvan je zegt, nou, dat wil ik nog graag kwijt. Zeker in het licht van deze transformerende periode waarin we zitten. Nou, als ik naar mezelf kijk, merk ik dat ik was bijvoorbeeld gisteren op een verjaardagsfeestje van mijn zusje. En ik merk dat ik moe ben om maar dingen te gaan zeggen. Ja, mensen gaan zo makkelijk mee in die beweging. En dan moet ik eigenlijk mijn tong eraf bijten. En in het verleden merkte ik dat ik dat gewoon wel deed. Dan ging ik gewoon zeggen, nou, ik zie het zus of zo. Maar ik merk dat ik een beetje moe begin te worden. Omdat ik denk, ja jongens, dit is echt tegen de bierkaai. En ik roep mezelf hierbij op, maar ook alle kijkers, om dat gewoon toch niet te doen. Om het toch gewoon te blijven zeggen hoe jij het ziet, maar op een niet confronterende manier. Dus door het bij jezelf te houden, maar het wel te uiten. Want ja, ik merkte gisteren dat ik me stilhield en daar heb ik achteraf geen goed gevoel over. Dus blijf trouw aan je eigen visie. Ook al zegt iedereen dat het anders is, jij hebt toch het recht om te zeggen hoe jij denkt dat het is. Ja, daar wil ik wel een opmerking op maken. Want wat ook belangrijk is, misschien nog wel belangrijker, maar dat is voor iedereen weer anders, dat is energiemanagement. Hè? Waar besteed je energie aan? En als ik in een kamer zit met mensen die op een bepaalde manier ergens over denken, dan kan ik besluiten om te vertellen wat ik ervan vind. Maar als ik daardoor in discussies verzand en niet het verschil kan maken, maar zelf daar, in plaats van in 3 minuten te vertellen wat ik ervan vind, een 30 minuten bezig bent om dat toe te lichten, dan denk kan ik mezelf afvragen, heb ik daar wel zin in? Is dit wel de juiste kamer om te vertellen wat ik ervan vind? Betekent trouwens ook niet dat je alleen maar groepen mensen moet opzoeken die er precies hetzelfde als jij over denken. Maar choose your battles, zal ik maar zeggen. Ja, een hele verstandige opmerking, Chris. Dank u wel. Misschien heb ik dat onbewust wel gedaan gisteren. Nou, heel goed. Maar zo is het, denk ik. Hè. Ik bedoel, het is altijd. En vaak weet je ook pas achteraf, op het moment dat je niet op je tong hebt gebeten, dat je denkt, oh mijn god, als ik mijn mond maar gehouden. Hè, dat heb je ook wel eens vandaar. Ja, klopt. En heb ik nou weer in verzeld geraakt. En in tijd van
polarisatie vindt dat wel steeds meer plaats. Ik bedoel, je ziet het ook, jij zit dan niet veel op social media, maar ik wel. De tone of voice, die was 8 jaar geleden toch wel wat anders dan nu. Het is echt oververhit overal. En je kunt je afvragen, wat voor nut heeft het om daarin mee te doen? Want mensen gaan, de kans dat mensen hun gedachten veranderen in zo'n discussie, hè, zo'n online discussie, zo'n forum is niet zo groot. Nee, mensen zoeken bevestiging en proberen tegenargumenten te ontkrachten in plaats van open te slaan voor andere zienswijzen. Ja. Johan, ja. Ik ga het afronden. Nogmaals, dank dat je te gast wilde zijn bij ons mooie platform. Ik laat je verder weten wanneer ik het live ga zetten. En het is een poos geleden dat we elkaar gesproken hebben. Ik vond het een fijn gesprek. Ik ga ervan uit dat we elkaar wat vaker zullen spreken dan de afgelopen jaren. Want we zitten gewoon nog steeds in dezelfde richting. Het is fijn om met like-minded souls af en toe te sparren. Juist, dankjewel. Helemaal mee. Super. Hey, dankjewel. Oké, dag eens. Dag.